Yo mensen van School Games, mijn naam is June en vandaag gaan wij Life is Strange True Colors opnemen. Dit is aflevering 3 en we waren geëindigd bij die gevecht van die meneer. Ik weet even niet meer hoe die meneer heette, maar die ging weg en toen moest die oppas moest wegrennen. Wat een sick gevecht, maar ja. I'm okay. Oké. Alex heeft blijkbaar een raar aanval. Ik weet niet waarom ze dat heeft. Maar ja. I'm okay. Ja, we moeten daarvoor tegenover zeggen, joh. Ja, dat is dan weer oké, toch? Oké. Okay. Ja, dit is onze nieuwe lobby die wij vorige aflevering hebben gekregen. Hier staat een I. Oké, wat gaan we doen? Open een bag. Dat is niet de bedoeling. My journal. Time to add my latest meltdown. Oké, dus daar is een soort van zijn agenda. Waar hij allemaal dingen zet. Uh-oh. Mac was diegene die boos was. Daar gaan we. Ik wil hier even weggaan, want het is niet chill om op te gaan lezen. Een back was. I'll finish this later. Oh. Een koffer. Er zit gitaar in. Wat? No fucking way. Hij heeft hier voor ons een gitaar gehaald. Alex, hier een klein cadeautje voor je. Cadeautje. Ik kan niet wachten dat ik dit kan geven als cadeau. En dan is dat. Dat is die meneer die. Ja, die in de vorige aflevering is. Ik weet niet meer hoe die heet. Is met G in ieder geval. Gabe volgens mij. Oké, daar gaan we. Oh. Wat nu? Well, Alex, you just went nuts and beat the shit out of somebody in front of your brother. Waarom praat hij zo hard in zichzelf? How are you feeling right now? Dat klinkt best wel verkeerd. Maar goed. Oké, nu gaat hij zingen. When you were here before. Oh, waarom doet de spel mij dit aan? Oh jeetje. Er komt weer een zieke muziek. Mac patched up. Let's take a look at you now. Oh, looks pretty nasty right about here. So, it hurts when you breathe? Alex, you made it. Charlotte, right? I'm sorry you had to see that fight. What a terrible first impression. Dad, I'm taking Gabe to the station. We need a first aid kit that doesn't predate the discovery of bacteria. It's fine. I don't need to go. Well, Ryan knows what he's doing now. You just go with him. Alex, I'll be back soon, okay? Okay. Dat zeg je al de tweede keer ook al. Well, there goes my bartender and my backup bartender. Okay. Voor haar wel. I love that. Falling star? Yeah. Or rising. Depends on the day, I guess. So, what's it doing today? Wat ga je vandaag doen? Reizen. Falling. Ik weet het niet. Dat is best wel. I don't know. Today's been a roller coaster so far. I can't imagine. Oké. Okay. Ik weet gewoon niet wat ik ga doen, dus ja.
Dat is gewoon letterlijk wat ik denk. I heard Ethan gave you an issue of his comic. He obviously thinks you're really cool. Voor dan Gabe. Geef wel een compliment. Ja, doen we dat wel. I know literally nothing about kids. But he seems like one of the good ones. I appreciate that. He's my favorite person. Oh. Beef pie special. Watch the gravy. Jed, you didn't have to. Now, Ryan said you're skipping dinner. No starving artists on my watch. Okay. I do have to get going. I'm making some pieces for the Spring Festival, and they have to be done tonight. Sorry I couldn't talk longer. Oh, that's okay. So glad you're here, Alex. I'm looking forward to getting to know you. Yeah. Okay. Same. Bye. Thanks for supper. Yep. Okay, dus wel een gesprek. Dat was niet zo heel bijzonder. Hij zei van, wat doe je vandaag? Hij zei, ik weet het niet. Daarna zei hij dat hij moest gaan, want ja, hij gaf hem blijkbaar eten of zo. Ik weet niet wat, Greg hem gaf, maar hij gaf hem iets. Maar hij moet werken aan een festival, een landfestival die later komt. En wij weten niet wat we gaan doen. So I'm short-staffed at the moment. Gabe tells me you've worked at a restaurant before. A couple years experience as a server? Go with Gabe's story. Complete. Okay. Wat gaan we doen? We hebben keuze aan dat we gewoon over... Ja, complete betekent iets schoons, maar ik denk dat hij daarmee bedoelt dat wij iets anders willen doen. En of we gaan gewoon verder met Gabe's story. Gaan we. Maybe not as long as that. But yeah. I've done lots of things. You want to work a shift? See if you might like it here? Sure. Waarom niet? So, we have a few folks that need checking on. Ducky and Diane over there. Steph over here. There's a table in the back that needs clearing also. You can give the food orders to me, and I'll handle anyone here at the bar. All right? Got it. It's really nice to have you here, Alex. Thanks. Okay, we moeten... I'm a server now. Let's see how this goes. My dad was... Can I get you two anything? Miss Chen! Here at last to relieve our suspense. Hi. I am Reginald McAllister III, Ducky to friends, former entrepreneur. Dat is niet wat wij vroegen, meneer. And this young woman. Anything? Oh, yeah, we're super hungry. I'd love a pie special with yeah. Pies. Cheeseburger with mushrooms and my usual to drink. Jed will know what to do. All right, I'll go put that order in. Thanks. Hè? Hij gaf ons antwoord op wat wij wilden vragen. Oké, okay, Jed, we moeten naar jou doen. Speak. Hey, Jed. Yeah. I've got an order from Ducky and Diane. Go ahead. Oh, burger with mushrooms. Oh, dan moet ik het ook onthouden. Chips. One burger with mushrooms. Uh-huh, and? With fries, volgens mij was het dit. One pie special with fries. Ducky asked for his usual? Yeah, he did. Oh, hopelijk dat ik het goed zeg. Ik hoop echt dat ik het goed heb gezegd. I keep a personal bottle for him. Oh, that's odd. I don't see it. Oh, now wait. I bet Ducky took that bottle upstairs last night. Yeah, he and Gabe went on carousing long after closing. Oh, yeah? Yeah. Serves him right if you ask me, but feel free to go upstairs and look for it. I'm sure he'd be grateful. Hey, ik ga het proberen. Oh, if you can't find it, Deputy Pike was with him. Might have some idea. He's usually in here around now. Oh, we kunnen het ook aan aanvragen. Probably arriving soon. There must be something around the Black Lantern that can help me find Ducky's prized whiskey.
gaan omhoog om te kijken wat, of wij iets kunnen vinden. Zie hier. Read. Oké, Mockery Hill. We hebben het gevonden. Let's go. Found this upstairs. In Gabe's couch? Really? Must have been a night. Many thanks, Alex. Oké. My pleasure, Ducky. Dus we gaan. Can I pour you a glass? No. Allow me. This week? You kidding? I've been waiting for... Shit. Now Mac's scared. At least he's not freaking out anymore. He won't make me lose control. Ik wil daar niet hier naartoe gaan. Holy shit. Can I talk to you real quick? Wat wil je? What do you want? Listen. What happened upstairs was fucked up, right? From both of us. Hey. Wat is je punt? Where are you going with this? Look, Riley's headed over here. She's pretty heated. I don't think it helps to recap all the gory details, you know? Okay. Okay, wil je dat ik ga liegen of dat is. Okay. You really are a piece of shit. Whoa, okay. Dat wil ik niet zeggen. Dat wil ik niet zeggen. Break up with me otherwise. We've been together 4 years. She is the best thing that's ever happened to me. Okay, dat gaat echt een hele grote ding worden. Please, help me out. I don't know, man. Shit. What the fuck is wrong with you? Oh my god. Look at your face. No, it's okay. Don't even. What were you thinking? Oei. Gabe. Why do you give a shit? Because my boyfriend just got into a fight with him. I swear. This is it. You better have a good explanation, or we're done. Zeg gewoon de waarheid. It's not my fault. I just wanted to talk to the guy. About what? About you. Whoa. About why you guys are meeting behind my back. Okay. So, how did the fight happen? The bastard sucker punched me. Dat is niet waar. Okay, not exactly sucker punched, but he definitely started it. Oh god. Were you there too? Ja, ik ga gewoon de waarheid zeggen. Max bullshit. Avoid fighter. Ik ga daarin stappen. YOLO. Yeah, I was there. Max telling you a whole lot of bullshit. You know what? That doesn't even surprise me anymore. So what really happened? Riley. Mac barged in, accused Gabe of sleeping with you, sucker punched him, and then kicked him while he was down. Riley, listen. What happened to Mac's face? I did that. Well, good. It sounds like he deserved it. Thanks for telling me the truth, Alex. Ja, ik moet de waarheid zeggen. Alles. Are we okay? Are you fucking serious?
I'm so embarrassed by you right now. Alex Chen? Assaulting Mac Loudon on your first day here, huh? I'm Jason Pike, the deputy sheriff. What? I'm gonna have to take you in for questioning. Okay, medic on the outside. Are you saying I'm under arrest? Your face. You should see your face. Oh, jeez. Hello. No, I'm only kidding. Nobody's in trouble here. Right? Well, I'll be at the bar. You want one, you just come by, okay? Oei. Dat is niet best. Maar goed, dames en heren. Dit was de video. Hoor dat je een leuke video vond. Doe een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Rechts kan je abonneren op mijn YouTube kanaal als je het een tof video vond. Mocht je zeker de volgende video zien van Life Strange. En dan zeg ik nog één ding. En dat is... Doei!